De Dataloog is dé Nederlandse dialoog over big data, data science, machine learning en de datagedreven transformatie. Wij brengen de digitale datagedreven wereld dichtbij in het Nederlands en op een begrijpelijke manier. De Dataloog verbindt data scientists, consultants, technologiebedrijven, onderzoekers met elkaar. Onze uitzendingen bevatten ronde tafelgesprekken, diepte-interviews, toekomstverkenningen, mini-colleges over machine learning en verhalen van ervaringsdeskundigen. Ja, en welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Dataloog. Op een voor ons nieuwe locatie ook, namelijk op de Google Cloud Summit in Amsterdam. Het is fantastisch om hier te zitten. Hey Jurjen? Ja, weer in een persruimte ook gewoon met perskaarten erbij. Het begint nu ook echt te worden. Ja, we horen er gewoon bij. Dat vind ik ook wel mooi om te merken. Ja, de pers. Wij zijn, gewoon, wij zijn een deel van de pers, van de Nederlandse pers over tech en AI. En dat mag ook wel, want we staan gewoon deze week gewoon weer op nummer 2 van de iTunes-lijst van Technology Podcast. Nou ja, dan hoor je ook wel een beetje echt erbij, vind ik. Ja, ongelooflijk. Dus bij deze ook bedankt alle luisteraars voor het luisteren naar de Dataloog. En steeds meer mensen weten de Dataloog te vinden, dus dat is fantastisch. En heb je reacties of feedback op de uitzendingen, laat het ons ook weten. Want vinden we hartstikke leuk om ook van jullie te horen. En we zitten hier op de Google Cloud Summit niet alleen, want bij ons aangeschoven is Lee Boonstra van Google. Jee, ja. We hebben gewoon iemand van Google hebben gewoon in de podcast. Dat is ook voor het eerst. Daar ben ik ook helemaal heel blij mee vandaag. Lee, je bent de eerste Googler. Jeetje, maar er komen er meer, toch? Ja, er komen er meer vandaag, absoluut. Ja. De luisteraars zijn nog niet van de Googlers af hier. Mooi. Ja, Lee, vertel, wie ben je, wat doe je? Yes. Ik ben Lee Boonstra en ik werk als Google Cloud Developer Advocate. En dat doe ik specifiek op het product Dialogflow en Contact Center AI. Maar vandaag hier op de Cloud Summit heb ik voornamelijk talks over machine learning voor developers. Ja, sta je ook op dat grote keynote podium straks? Ja. Ja, echt? Ja, echt waar? Ik stond er vanochtend vroeg tijdens de keynote. Je bent al geweest? Ik ben al geweest. Oh, hoe was het? Ja, was super gaaf. Ja? Ja, super druk hier. Is het super leuk? Er zitten ruim 3000 mensen volgens mij dan naar jou te kijken. Ja. Dat is heel erg leuk. Hoe ging het? Ja, ging supergoed. Ik heb een verhaal verteld over AutoML Tables. En AutoML Tables, dat is eigenlijk een machine learning offering voor developers. Als je net als mij geen data scientist bent of machine learning expert, echt of wiskundige, maar je wilt toch met machine learning aan de slag, dan is AutoML een heel mooi product. Ja, even terug, AutoML. Ja. Wat is dat? Nou, daarmee kan jij dus machine learning modellen bouwen of genereren, zonder dat je daar de wiskundige kennis voor moet hebben. Je moet wel zelf je data aanleveren. Dat kun je uploaden via een interface. Mm-hmm. En dan spuugt hij er een machine learning model uit. Ja, zo is het wel. Ja, en, want ik weet nog dat een aantal jaren geleden zei de CEO van Google, zei, democratize AI. Mm-hmm. Dit lijkt me dus echt zo'n voorbeeld van dat iedereen moet het kunnen. Precies, dat hebben we bewust gedaan. Want in onze wereld, we komen data scientists tekort. Mm-hmm. Ja, maar we hebben wel genoeg developers, mensen zoals ik, die het heel erg leuk vinden om met machine learning te spelen. Ja. Dus wij kunnen ook aan de slag. Ja. En net in je introductie noemde je nog een aantal services. Dialogflow hoorde ik je noemen en Contact Center AI. Ja, dit zijn echt de tools voor conversational en chatbots. Met Dialogflow kan je chatbots bouwen. Zeg maar een hele flow voorprogrammeren. Chatbots van tegenwoordig, de chatbots op basis van Dialogflow, die werken op basis van machine learning, AI. Mm-hmm. Natural language understanding, dus hij begrijpt wat er gezegd wordt en dat kan die linken aan een bepaalde flow. Nou, dat doet Dialogflow. Contact Center AI is een productsuite dat hij weer op aansluit, maar specifiek voor de customer care, dat je kan aansluiten in het contactcenter. Wat bedoel je? Sorry. Ja. Jij was aan de beurt. Wat bedoel je met flow? En de flow? Ja, wat is een flow? Ja, zeg maar, als ik een gesprek haal, even een heel simpel iets bedenken. Stel, je bent een airline. Ja. En je verkoopt vluchten, maar je verkoopt ook misschien hotels en car rentals. Ja, dan heb je eigenlijk drie verschillende flows. Je kan wel meerdere flows maken, maar één flow is specifiek op hotels, andere flow is specifiek op airlines. Dan kun je nog misschien een specifieke flow op account aanmaken. Dus eigenlijk wat je doet, is je programmeert een soort van klein gesprekje. Programmeer je voor en dan geef je trainingphrases mee. Ik geef 10 trainingphrases mee. En als mensen het op een andere manier de vraag stellen, dat maakt niet uit. Onze machine learning model, omdat die dus de natural language model van Google kent, begrijpt
bij welke flow die het kan linken. Ja, uit die flow komt het antwoord dan ik uit. Ik wil een auto huren of hoe huur ik een auto? Dat is wordt begrepen dan. Ja, dat wordt begrepen. Ja. Ja. En zo'n flow werkt die ook met de zogenaamde if-else statements? Nee, dit werkt echt op basis van machine learning. Dus dat is het mooie eraan. Want vroeger had je chatbots, dus die echt hard gecode waren. En dan het probleem is dan, dan spelde je het woord verkeerd. Ja, dan wist de chatbot niet wat hij moest antwoorden. Ja. Sorry, ik weet even niet wat je bedoelt. Precies. Ja. En dat is natuurlijk heel erg frustrerend. En mensen komen dan nooit meer terug naar je chatbot. Ja. Maar dat is al lang voorbij. Dat hoeft al lang niet meer. Zolang je maar machine learning chatbots bouwt op basis van AI. En wat is dan het verschil met contactcenter AI dat er bovenop weer draait als service? Zo, contactcenter AI dat maakt dan gebruik van die chatbot flows. Die agent die je dus met Dialect Flow hebt gemaakt. Maar dat kan je in je klantcontact aanzetten. Dus dat betekent dus dat een robot de telefoon kan opnemen voor je. En het antwoord al kan vertellen. En zo'n robot die klinkt dan ook echt als een mens. En, dat is dat filmpje wat we denk ik allemaal hebben gezien van Google die een afspraak bij de kapper maakt. Ja, dat. Ja. Ja. En met de en ums. Ja. En dat doen we bewust, omdat dan mensen weten van ik hoef niet dom te praten tegen een computer. Nee, ik kan gewoon gesprek houden. Ja. En is dat ook iets wat al vrij beschikbaar is in de markt? Contactcenter AI is, daar wordt al gebruik van gemaakt. Nog niet in Nederland dat het geïntegreerd is in de contactcenter systemen, de IVR-systemen zoals Genesis of Avaya. Ga je dus snel. Dat zijn de IVR-systemen, zeg maar. Als jij naar een groot bedrijf belt of naar je verzekering, dan krijg jij dan krijg je eerst een bandje te horen met druk nummer 1, druk nummer 2, dan word je geroute naar een medewerker. Kan vervangen worden door middel van een bot. Ja. Ja. En IVR, als ik dan daar even over nadenk, dat is Intelligent Voice Response of iets dergelijks. Ja. Dus intelligente systemen, daar wordt op geïntegreerd. Ja. En contactcenter AI is denk ik alleen nog in het Engels beschikbaar? Dit is momenteel in het Engels beschikbaar. Dat gaat uiteraard wel komen in Nederland. Sterker nog, deze gesprekken die voer ik al met de Nederlandse klanten. En die staan er ook allemaal op te springen. Ja, dat willen we zo snel mogelijk gebruiken. Hey, even voor mijn beeldvorming. Ja. Dan ben ik alles klinkt een beetje alsof het klikken en slepen is. En het dus heel eenvoudig is. Ja. Ja, toch? Ik ben een developer. Ik vind dat... Ja, dat vind jij. Ja. Ja. Nou ben ik even een gemiddeld financieel MKB-bedrijf. Een groot MKB, een paar duizend medewerkers, 100.000 klanten. En dan wil ik zo'n systeem gaan... En ik heb nu een callcenter met allemaal van die mensen die daar zitten. En dat verveelt mij eigenlijk. Ja. Het moet allemaal geautomatiseerd worden. Want ik moet AI gaan doen. Mm-hmm. Ja, en nu? Ja, dat wij vaak zien, want we werken voornamelijk ook met de enterprises. Ja, die werken met verschillende teams. Dus die hebben bijvoorbeeld een team die heel erg richt op het ontwerpen van het gesprek. En dan heb je een andere team, dat zijn misschien weer de programmeurs, die bouwen dan dat het technisch goed aan elkaar gesloten is. Binnen het bedrijf. En dat die bot zeg maar ook weer praat tegen jouw eigen interne systemen. Echt, maar dan moet je dan de koppelingen voor bouwen. Dus dat doen dan weer de developers. En zo heb je hele grote teams die zo'n chatbot uiteindelijk inrichten. Hè. Ja, kun je dat schetsen, zo'n groot team? Hè? Wat heb ik dus, stel je voor, ik ben een MKB-bedrijf. Ik heb een groot MKB-bedrijf, financial service. Ik heb een aantal flows die... Ik begrijp niet wat een flow is. Ja. Ik heb een aantal flows die ik ga doen, reserveren van een ding. En ik heb klachten, weet je niks van. Ja. Wat heb ik nou nodig... Want dat Google-systeem van jullie, dat is klikken en slepen, dat is de kunst niet meer. Ja. Wat heb ik nodig om die stap te maken? Nou, voor dat, eigenlijk, want wat wij zien is, we werken met enterprises die misschien een heel klein team hebben, of helemaal geen programmeurs hebben. En die openen gewoon met een Dialect Flow account, bouwen ze zo'n bot door te klikken en slepen. Maar aan de andere kant zien we ook weer de hele grote enterprises die met verschillende teams werken, waarbij zij ook een account hebben op Dialect Flow. En dan is er dan een bepaald team die zeg maar de gesprekken ontwerpt. Maar dan ook weer programmeurs die zeg maar het integreren in hun eigen systemen, die de koppelingen bouwen. Dan heb je weer mensen die dat testen en mensen die dat weer live zetten. Dus ja, daar komt al heel veel bij kijken. Hele DevOps-keten staat er dan. Zeker wel. En ik heb wel eens een workshop van jou gezien waarin je met Dialect Flow aan de slag ging. Dan kon je een televisiegids in elkaar hacken. En weet je wat er morgenavond op televisie is. Ja. Hartstikke leuk. En dan dat inderdaad... was voor de Google Assistant. Ja, ja. Oké, dat was voor de Google Assistant. Was je vrij snel was je op weg. Ja. Waar ik nou wel benieuwd naar ben, zijn er ook al toepassingen in de Nederlandse markt of eventueel daarbuiten waar je van denkt, ja, dat is echt super gaaf dat gelukt is. Daar was ik zelf ook bij betrokken. De Rabobank die heeft een Google Assistant app ontwikkeld waarbij je eigenlijk je bankzaken kan doen met je stem. Dat vind ik echt wel
dat ultieme ding. Want bij een bank komt natuurlijk heel veel bij kijken als het gaat over beveiliging en security. En ja, dat hebben we allemaal kunnen tackelen. Dus dat is gaaf. En dat is ook live. Dat zit nu in de Rabobankieren-app. Ja, dat zit op de Google Assistant. Als je aan Google vraagt van praat met de Rabobank, dan gaat hij aan. Wauw. Echt waar? Ja. Dus, ik heb een Google Home thuis. Die is vooral occupied door mijn eigen kinderen. Die gebruiken hem vaker dan ik. Waar staan we over 2 jaar? Wat kan dat ding nog meer zo meteen dan wat hij nu kan? Hij doet het wel. Ja. Hij reageert natuurlijk vooral... Wist je dat het ding vooral op een gegeven moment gaat intunen op een paar stemmen? Hij verstaat mij dus niet meer, maar mijn zoontje wel. Ah, ja. Het hangt af hoe je hem traint.